Hallo allemaal en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Babbelbox. Mijn naam is Romano Wip en ik zit vandaag met een paar babbelaars, een paar praatmaatjes. Laten we even kennis met ze maken. Hoe gaat het met jullie? Goed. Oké, kunnen jullie me vertellen hoe jullie heten? Janiero. Jamia Mohan. Jamia Mohan, mooie namen. Shagiro Nipte. Oké, hoe oud zijn jullie? Zes, acht. Nee, ik ben elf. Zeven, acht, elf. Ja. Oké, jij heet Nipte, hè? Ja. Wie is advocaat Nipte van je? Mijn tante. Is je tante? Oeh, is dat toch een vrouw, hè? Ja, ja. Oké, en jij heet Mohan. Volgens mij ken ik die naam ook. Ja, en hoe heet jij? Janiero, hoe meer? Janiero, Bejano, Chanel, Aymoe. Zoveel namen heb je? Oké, ik heb geen enkele naam onthouden, alleen Janiero. Oké, hoe gaat het met jullie? Goed. Oké, het is vakantie. Van welke plekken horen jullie ervan om te gaan? Welke plek? Waar is het leuk om te gaan in de vakantie? Wacht, zij eerst. Nederland, Guyana en Assam. Nederland, Guyana en? Curaçao. Oké. En ik ook. Zeg. En jij? Ik ga gewoon naar andere landen te gaan naar Portugal. Ik ga naar Portugies gaan en ik ga naar Amerika. Naar Amerika. Daar was ik al lang en lang en lang. Oké. En welke plekken vind jij leuk om te gaan? Krama, Guyana, Amerika, Nederland, Cola Creek. Ik ga jullie vragen om me mee te nemen, hey, boy. Amerika, Guyana, zoveel plekken. Okay. En een mini-cruise. Ik wil met jullie komen wonen. Oké, laat me nog wat vragen. Welke plek ben je nog niet geweest, maar droom je ervan om te gaan? Waar zou je graag willen gaan? Jij eerst? Portugies. Oh, Brazilië bedoel je? Ja. Je wil een keer naar Brazilië gaan. Ja, wat ik waarom wil je naar daar gaan? Dat ik Brazilië op. Laat me horen. Sefe caro tego, zalego. Wat betekent dat? Dag allemaal. Zeg het nog een keer? Sefe tego, sao. Sefe tego, sao. Oké. En waar zou jij willen gaan waar je nog niet bent geweest? Nederland. En hoe ga je praten wanneer je daar bent? Hoe zou je komkommer zeggen? Komkommer. Komkommer. Hoe? Komkommer. 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 Oké, en hoe maar zou je... Maar soms ook komkommer. En hoe zou je vakantie zeggen in het Nederlands, wanneer je in Nederland bent? Vakantie. Vakantie. Ja, vakantie. Zo praten ze daar, hè? Vakantie. Ik kan niet van die dingen. Hoe ze praten, hè? Oké, laat me nog een woord horen. Balkon. Hoe zouden ze dat zeggen? Balkon. Hoe zouden ze dat zeggen? Balkon. Hoe? Balkon. Hoe zou ho op zeggen? Ik ben ooit naar mijn nechtje. Ik ben ooit bij mijn nechtje komen. Hallo, Sher, ze heet Ava, ze woont in Nederland. Natuurlijk is dat toch met haar gedaan. Dan zegt ze, hier, hou op, maar hou op. Wat zegt ze? Hou op. Hou op. Ik heb ook een kleine neefje dat zegt. Hou op. Hou op. Doe niet lastig. Is een meisje. Oké. En jij, waar zou jij willen gaan waar je nog niet bent geweest? Waar is een droomplek van je? Disney World misschien? Of ben je al daar geweest? Ik was aan naar Disney World. Ik heb nooit een waterval in Suriname gezien. Oh, en dat zou je wel graag willen zien. Je moet bij Jacana kijken. Ja, Jacana. Jacana heeft eentje. Ja. Maar ik ben Jacana gaan zwemmen. Ze hebben een kleine... Oh. Een waterval zo met een... Ja, maar soms zijn er ook vissen erin. Niet in een zwembad, maar ze is een kleine... Een vijvertje, hè? Kleine vissen, kies, dat zie je een soort andere vissen. Vissen die ze opeten, een kwee kwee. Tilapia. God. Daar hengelen die mensen daar, bij Jacana. Het is gewoon een kleine... Aquarium. Ja. Kleine aquarium. Oké, dan wil ik even weten. Hebben jullie huisdieren? Ja. Jawel. Wat voor huisdieren heb jij? Ik heb een hond, dat is een meel en hij heet
Karamel en ik heb een vis. Mm-hmm. Je hond heet karamel. Karamel. Zo lekker. Ik bedoel, ik hou van karamel. Nee, je hond heet karamel. Is het een mannetje of een weefje? Een mannetje. Een mannetje. En wat heb je nog meer? En ik heb een vis. Wat voor vis is dat? Het is een meel en het is een soort een scherpe vis. Het lijkt op een tijgervis, maar, maar het is zwart. Oh, oké. Okay. En hoe heet je vis? Frank. Frank. Frankie. Zo heet mijn oom. Frankie. Oké, okay, Frank en karamel. Ja. Oké, okay, heb jij huisdieren? Ja. Muskieten zijn geen huisdieren. Ja, ik heb muskieten, maar... Oké, okay, wat voor huisdieren heb jij? Naast heb ik huisdieren, twee bijen. Bijen? Ja. Kom, steken ze me heel wanneer ik niet met ze speel. Oh, wanneer met ze speelt, steken ze je niet. Nee. En wanneer met niet met ze speelt, dan steken ze je. Ja. Oh, dan worden ze boos, hè? Doesn't make any sense. En hoe heet die bijen? Klopt niet. Hoe roep je ze? Klopt niet. Ik heb zoveel bijen. Als je met ze wil spelen, hoe roep je ze? Nee. Hoe doe je? Ik roep ze. Stefani en Challenge. Oké. Okay. En daar komen ze. Oshairo. Oh, en daar komen ze. Ja. Dan wat voor spelletjes spelen jullie? Wat doen we gewoon? iPhone, dan komen ze hier. Dan doen ze die. Oh, dan komen ze op je vingers. Ja, dan gaan ze hier komen, dan lopen ze hier. Oh. Tot hier. Dan naar mijn voet. Oh, en dan gaan ze verder. Oké, okay. Heb jij huisdieren? Ja, ik heb een hond. Mm-hmm. Mof heet. Ik heb Muffin. Muffin, Lorenzo, Nipto. Je hond heet hoe? Muffin. En zijn tweede naam is Lorenzo. En zijn laatste naam is Nipto. Hij heeft ook een tweede naam. Ja. Waarom heeft hij een tweede? Oh, hij is ook een familielid. Nee, hij is ook van de familie. Oh ja, ik heb... Dat staat ook in zijn paspoort. Oh, hij heeft... Je hond heeft een paspoort? Ja, dat ik mijn hand over kan brengen. Oei, ik ga bij jullie komen wonen. Waar is je hond daar geweest? Mijn hond heet Caramel, Cara en... Mohan en Denswil. Mohan en Denswil. Ik heet Mohan, mijn broer heet Denswil. Oh, en je hond heet Caramel, Mohan, Denswil. Karamel, mm-hmm. Akara en Agumel, daar Mohan Denswil. Oh, Karamel, Kara, Mel, Mohan Denswil. Muffin, Lorenzo, Nipte. Zo heet je hond. En jouw bij heet Shefensia. Oshairo. Romani. Okairo. Ishana. Hoeveel bijen heb je? 10. Nee, 11. Jezus. Oké. Okay. Oh nee, 12. Okay. Nee, ik kijk hoeveel ik. Goed tellen samen. Bijna 15. Maar je herkent... 20. Je weet precies welke bij is. Ja. Als ik naar ze kijk, dan zeggen ze... Vers naar opzij zo... Buzz, buzz, buzz. Oh, dan weet je welke bij welke is. Ja. Oké, Eva. Ik heb tranen in mijn ogen, want dat mag toch? Ja. Oké. We gaan allemaal nog één woord zeggen of nog één ding vertellen, want we moeten afronden. Maar het was weer eens gezellig met jullie babbelen. Vertel jij nog snel even iets. Wat wil je nog snel dat iedereen weet? Ik was geboren in 2017. Mm-hmm. En ik heb twee grote zusters. Ze waren eentje in 2018 geboren en eentje is op in 2014 geboren. Okay. En eentje. En ik heb ook een kleine zusje. Mm-hmm. Dat heet Danisha. En wanneer is zij geboren? 2023. Boy, je onthoudt allemaal. Oké, wat wil jij nog snel vertellen? Toen ik op school was, doet een meisje zo lastig. Echt lastig. Het is een mappata. Wat zegt ze? Ze zei van... Je hebt dezelfde anger issues voor je moeder. Anger issues? Anger issues van mijn moeder en mijn vader. Dat zegt ze je? Ik had het. Oké. Okay. Jij, wat wil jij snel nog vertellen? Ik ben op taekwondo groene banden en morgen heb ik een wedstrijd. Oh, oké. Dus ik moet bang zijn voor jou. Nee. Je gaat bodyguard worden. Zwaarder ben je, maar nee. Nee, maar je weet wel goed te vechten dus. Ja. En welke band heb jij? Groene band. Groene band. Oh my goodness.
Ik zat op zwemles, maar ik quit. Waarom? Ik quit. Mijn meester is onbeschoft. Oké, dat was het voor vandaag. Dat was het voor deze aflevering. Dankjewel. Jullie mogen de mensen thuis groeten. Groeten jullie allemaal. Kijk, groeten. Bye. Bye. Hoi jongens, ik ben Dion. Ik werk bij ATV. Ik ben nu manager van de productie. Vroeger was ik, en nog steeds hoor, was ik voornamelijk sportpresentator. Dus wanneer je die voetbalwedstrijd op tv ziet, dan ben ik de persoon die voordat die wedstrijd begint. Dames en heren, welkom! Jullie hebben vandaag een wedstrijd tussen Robin Hood en Transvaal. En ook tijdens de wedstrijd ben ik de persoon die vaak praat van de bal gaat van hier naar daar, etcetera, etcetera. Is eigenlijk begonnen toen ik een keertje beachvolleybalkampioen was in Suriname. En mijn vorige werkgever, de STVS, was op zoek naar sportpresentatoren. En toen zagen ze me, nadat ik een interview had gedaan, en toen zeiden ze, hé, jullie moeten hem vragen. En zo ben ik in het verhaal gerold. En een paar jaren later, 6 jaar later, ben ik gaan werken bij ATV. En that's me in a nutshell. Jullie kijken zo geïnteresseerd. Hebben jullie vragen? Yes. Wie wil eerst gaan? Wat is uw sport? Wat is mijn sport? Eigenlijk is mijn primaire sport volleybal. Ik ben dodgeball? Nee, volleybal. Dus 6 spelers, een net en dan spelen ze tegen elkaar, de bal wordt overgeslagen. Ken je dat? Oh ja, nu pas weet ik het. Ze gaan, moet je dat zo doen en dan gaat die andere persoon dat weer zo doen, dan moet je het weer gaan. En dan slaan ze keihard over het net. Dat deed ik. Ik ben 10 jaar kampioen geworden. Heb ook een paar keer voor Suriname gespeeld. Maar verder vind ik voetbal ook echt leuk. Ik kan niet te lang zonder niet te voetballen. En ik... Je bent eens, hè? Ik hou echt van voetbal. Ja, ik ook echt. Ik kan niet lang zonder voetbal. En ik vind kickboksen ook leuk. Ik heb niet zo lang terug heb ik een fitty gedaan. En dus dat vind ik ook leuk. Wanneer heb je al kickboksen? Vorig jaar maart ergens. Op welke jaar? 2023, ja. 2023 heb ik ook boksen, bij kickboksen. Serieus? Mijn coach, meneer Arjen. Ik ken Arjen goed. Hij is een hele leuke man. Daar in de buurt van Lelydorp, toch? Arjen is leuk. Hij is mijn training, maar hoe die andere kinderen soms niet. Als ik een partner zoek, heb ik niemand zo. Dan moet ik dingen. Maar als ik een partner heb, maar hij slaat hard. Als ik iets fout doe, gaat hij me slaan. Ja, je moet goed opletten toch. Maar Arjen is leuk, goed bezig. Hoe vaak doe je dat? Goed. Maar ik doe het niet meer. Want thuis, waarom niet? Thuis wil ik de voetbal spelen. Ben ik geïnteresseerd met voetbal. En nu speel ik voetbal thuis en niet meer. Ik heb naar kickboksen gaan. Oké, kan je... Dus gaat nog door. Oh, ook bij Arjen? Mm-hmm. Veel reclame voor Arjen. Oké, okay, leuk. Ja, je wilde me wat vragen? Ja, maar ik heb al 2 wedstrijden al. Zo, wat voor sport? Taekwondo. 2 wedstrijden van Taekwondo. Oké, en? Daar heb ik gewonnen 1 keer, maar die andere keer heb ik gewoon een medaille gewonnen. Maar 2 andere sterke jongens hebben gewonnen, dus dan heb ik gewoon een medaille gekregen, want ik heb wel goed gevochten. Dan kan je goed schoppen? De bal gaat hoog. Maar Taekwondo kan je goed schoppen? Natuurlijk. Wees me nog. Zolang als je hier bent, als je langer dan me bent. Ja? Ik schop hier. Ja? Ja? Je moet eerst zo doen. Ja, je hebt hier blokken. Ja. Dan kijk hier, ik schop hier. Ja. En als jij daar blokt, ga je gewoon zo, zeig dit dan, headshot. Oké, nog een keer. Real speed. Dan ga je toch zacht. Aha! Dan boom, headshot. Oké, okay. je hebt skills. Oké. Okay. Ik ben tweede keer slim. Net goed heb bezig. Ik samen gedaan. Heb je nog een vraag voor me? Oké, ja. Maar wie speelt voor Frans of Paris? Wie speelt Frans voor? Frans en Paris. Frans en Paris. Wie speelt? Welk nummer? 10, 7,
30. En dan... Oké, okay, 7 is... Mbappé? Nee. Nee. Oh. Neymar? Weet je zeker? Zeker? Nee, Neymar speelde... Mbappé speelde eerst voor Neymar, dus het is wel Neymar, want Neymar was de laatste. Dus dat is Neymar. Mm-hmm. Maar nee. Neymar speelt niet meer voor Paris. Nee, hij speelt voor Brazil en... Ik weet niet hoor. Een team in, oké. Okay. En 30 is? Messi. Maar nummer 7 is Ronaldo. Ik heb je al persoonlijk keren gezegd, ik kom niet van Ronaldo. Hij is. Hij is niet de goed. Hij heeft niet eens een World Cup gewonnen. Ik weet maar. Messi had die World Cup gewonnen en bij nummer 30 gekregen. Maar kijk hier. Mbappé heeft voor Messi de World Cup gewonnen. Ben je vergeten? 2018. Ik was gewoon naar. Ja, kijkt niet naar nieuws hoor. Natuurlijk heb ik niet gekeken toen ik nog een baby was. Ik was telkens ergens weggegaan. Ik was bijna al 3 jaar kijk ik al naar nieuws. Oké, okay, nummer 10 is Mbappé. Hey, ik hou echt van hem. Oké. Okay. Dus dan daar heb ik Nike aan. We moeten afsluiten. Vonden jullie het leuk? Ja. Dat was leuk hoor. Oké, okay. Dat was het guys. Dank jullie wel. Ja. Een andere keer weer. We zijn weer beland bij het gedeelte waar we de siblings... vragen stellen over elkaar. We zitten hier met Jisriel. Jisriel, hoe gaat het? Goed. Oké, okay, en je zusje heet Jené. Jené zit daar met een koptelefoon op haar hoofd en ze hoort niet wat we zeggen. Ik ga je een paar vragen stellen om te weten hoe goed je zusje kent. Hoe oud is zij? Ze is 7 jaar. 7 jaar. En jij bent? 10 jaar. 10 jaar, oké. Okay. Wat is haar favoriete kleur? Roze. Are you sure? I'm sure. Are you sure? I'm sure. Roze okay. En paars. Roze en paars. Oké, okay. Roze is ook goed. Oké, okay. Wat is de favoriete dier? Van welk dier houdt ze? Honden. Honden. Mm-hmm. Poezen en konijnen. Honden, poezen en konijnen. Zoveel dieren hebben jullie ook thuis? Nee, we hebben honden. En een papegaai. En een papegaai. Die net zoveel praat als jou? Oké. Oké. Wat is de favoriete eten? Wat eet ze het liefst? Inktvis. Inktvis. Hè? Geen gewone vis. Inktvis. Oké, oké. En dat ook is... bruine bonen. En ook bruine bonen. Inktvis en bruine bonen. Maar geen inktvis en bruine bonen. Nee. Oh. Oké. Okay. Wat wil ze later worden? Ze wil later een dokter worden. Dokter. Oké, oké. Een huisdokter of een dierenarts? Wat voor dokter? Verpleegster. Verpleegster, oké. Okay. En vind je dat leuk? Ik? Ja. Nee. Jij zou dat niet willen worden. Wat zou jij willen worden? Mijnbouwer. Mijnbouwer, oké. Okay. Oké, okay. Oké. Heeft ze een supertalent? Kan ze iets extra tof doen? Wat andere splitsen. Kinderen ook kunnen. Oh, ze kan splitsen. Really? En je vindt dat, of doet ze het wanneer ze danst, of gewoon staat ze en ze zegt, here we go. Ja, gewoon. Ze staat. Gewoon. Maar jij kan het niet? Nee. Heb je het ooit geprobeerd? Nee. Nee. Oké. Wat we nu gaan doen, we gaan diezelfde vraag aan je zusje stellen, om te weten als jij de juiste antwoord hebt gegeven. Zijn we ready? Oké. Okay. Jené, we gaan nu de koptelefoon van je hoofd afhalen. En dan gaan we kijken als je alle vragen goed hebt beantwoord. Zo hoort ons niet. We halen het nu ervan af. Hallo Jené. Alles goed? Ja. Oké, okay, ben je ready? Zeker? Oké, here we go. We hebben je broer een paar vragen gesteld. En we willen weten hoe goed hij je kent. Laten we beginnen. Wat is je favoriete kleur? Paars en roos. Paars en roos. Oké. Okay. Wat is je favoriete dier? Honden. Honden. Heb je honden thuis? Ja. Oké. Okay. Alleen honden? De konijnen. Vind je ook leuk? Heb je een konijn? Nee. Wil je een konijn? Ja. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Wat wil je later worden? Brandweer. Brandweer wil je worden. Omdat er veel branden zijn en dat wil je allemaal blussen. Pssst. Ja toch? Je kijkt schattig hoor. Oké.
Wat is je lievelingseten? Wonton soup. Wonton soup. Oh, dat, wat zit er allemaal in wonton soup? Wat voor vlees heb je allemaal erin? Je proeft het al, no? Wat zit er in wonton soup? Is er ook kip? Bami. Mm-hmm. Kip. Kip. En? Groente. Oké. En wonton. En wonton, ja. Dat vind je lekker. Kan je elke dag eten? Nee. Maar wel, oh, maar wel vaker. En wanneer eet, doe je zo. Oké. Heb je een superpower? Heb je iets dat je kan doen dat andere kinderen niet kunnen? Nee. Of iets dat andere kinderen wel kunnen, maar jij het gewoon kan doen? Ook al sta je, dan kan je gewoon zeggen, here I go. Ja. Wat? Wat kan je doen? Dansen? Springen? Wat dan? Kleren. Kleuren? Oké, kleuren is het. Jeetjes. Oké. Ja, dat zijn die vragen. Laat me zien. Boom. Ja, we gaan nu even checken als hij alle vragen goed heeft. We hebben 5 vragen gesteld. En je hebt gezegd, hij heeft gezegd, je wil een dokter worden. Of wilde je vroeger worden? Dat had ze gezegd, nee. Dat wilde ze, oh, brandweervrouw wil je worden, hè? Omdat okay. Ik had gezegd, ik wil brandweerman worden. En toen zei ze wil verpleegster worden. Oh, dus toen, en nu denkt ze, ze wil jouw werk doen. En daar heb ik iets anders. En daar heb jij nu iets anders. Zie je maar zo, hè, dat het gaat steeds iets anders worden. En bij favoriete eten heeft hij gezegd, je houdt van inktvis. Is dat waar? Ook wel, hè? Ja. Maar eerst wonton soep. Dat vind je gewoon... En inktvis is gewoon... Ja. Oké. En? Bruine bonen. Ja. Je vindt bruine bonen ook lekker? Oké. Nee, deze siblings, ze kennen elkaar 75%. Dat is meer dan ik mijn siblings ken. Dus geweldig gedaan. Geef jezelf een applausje. En dan gaan we iedereen thuis groeten. Say bye! Bye. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.